Ja, Wimpy, hier zijn we weer. Laatste aflevering van dit kalenderjaar. Ja, het is winterstop. We gaan de winterstop in. Kort winterstoppie. Ja, inderdaad. Korte winterstop, maar we hebben een hoop te bespreken. Ja. Dus ik denk ook dat we over de toegestaan 8 minuten gaan, maar we zien wel waar het schip strandt, toch? Het schip strandt vanzelf. Zo is dat. Maar zullen we eens beginnen? Jij was bij Katwijk. De topper. Ja. Jij was bij Katwijk. AFC tegen Katwijk. 0-0. Ik heb de samenvatting gezien. Goed commentaar trouwens, complimenten. Uitstekend. Maar niet bloedeloos. Nee. Was eigenlijk met name de tweede helft was een geweldige wedstrijd met kansen over en weer. Kieboom goed, zag ik. Ja, uitblinker was aan de kant van Katwijk. Kieper, Ricardo Kieboom. Die heeft echt punten gepakt voor zijn club. Ja, 0-0. Daar schiet je eigenlijk als Katwijk zijnde niet veel mee op. Waren het niet dat het gat in ieder geval niet groter is geworden. Tweeledig dus eigenlijk. Hè? Ja, en ze zijn de eerste club die erin slaagt om punten af te snoepen van AFC in eigen huis. Dus, AFC heeft gewoon een goede ploeg. Zo. Dat is duidelijk. Ja. Met een aantal fantastische spelers. Goed ingekocht. En het blijkt dus nu achteraf een kampioenskandidaat te zijn. Nee, zonder meer. Het was in mijn beleving wel een outsider. Want ik heb altijd genoeg. Ja, want jij hebt het voorspeld, hè? Ja, ik heb het voorspeld. Ja. Maar je moet altijd afwachten. Hoe gaan de gebroeders Thijssen en Ignacio, Grootfaam, hoe gaan die met elkaar om? Worden het mannetjes en worden het egoïstische gasten? Wordt het niks, maar ik heb ze vorige week in de samenvatting van het veld al zien lopen. Het zijn dikke maatjes. Ja. Het zijn dikke maatjes, dus het team staat ook. Ja, ze gunnen elkaar alles. En dat is het team belangrijk. Werkt hard. Ja. Katwijk had trouwens wel verdedigend wat concessies gedaan aan de tegenstander. Speelde eigenlijk met 5 man achterin. Zou ik ook achterin doen als ik tegen hem moest. Ja, tuurlijk. Dat is helemaal geen schande. Nee, inderdaad. Dus een puntje daar is goed, denk ik. Ja, en dan gaan ze uiteindelijk, tenminste dat zei Jan Zoutman, toch wel met een goed gevoel de winterstop in. En die zeggen ook, ja, weet je, 6 punten. Wat is nou 6 punten? Dat is niet heel veel. Er zijn nog 18 wedstrijden te gaan. Net op, we zijn op de helft. Dus niks aan de hand. Nee. Katwijk doet nog mee, staat nu keurig derde. Vogels 2. Niks aan de hand op de krom. Nee. Geen vuiltje aan de spreekwoordelijke lucht. Waar wel het een en ander aan de hand is, dat is toch een beetje jouw dorp, Rijnsburgse Boys. Ja. Weer verloren. Ja. 11e plaats nu. En de ene na de ander verdwijnt. We hadden natuurlijk al Bart Vreken, die kon niet verder. Die stopt. Heer de Prijs gaat naar Lisse. Ja. Mikey Parami kwam daar gisteren bij. Die gaat ermee stoppen vanwege zijn studie. Zegt hij, het is niet meer te combineren. Dan denk ik, Willem. Hetzelfde als ik. Als ze bovenaan hadden gestaan, dan had er vast de basisplaats gehad. Had die studie er wel een half jaar te kunnen wachten. Ja. Ja. Zo gaat dat helemaal. Ook een beetje een teken aan de wand, vind ik dat. Nou, tel daarbij op het vertrek van Wesley Goeman. Het is duidelijk geworden, hij gaat naar VVSB. En het voorlopig uitgeschakeld zijn van Donny van Ooyen. Ja, nou. Dan zijn ze er 5 kwijt. En ik heb nauw contact gehad met mensen van Rijnsburgse Boys. Als het mogelijk is, gaan ze proberen in de winterstop al versterking te halen. Maar wat kan je halen in de winterstop? Alles zit al vast. Niet zoveel. Nou, dat is natuurlijk nog weer een transferwindow. Ja. Maar ik vraag me af, moet je veel geld uit gaan geven in een seizoen waarin je geen kampioen meer gaat worden. En als alles normaal verloopt, kom je ook niet in degradatie. Nee. Dus zou ik de hand op de knip houden. Maar ja, als je ze zijn er 5 kwijt. En dat is niet niks. Nee. Dus denk ik, Wilfried van Leeuwen, die zal een onrustige winterstop hebben. Die zal niet meer een lekker gevoel bij de kerstboom zitten. Nee, maar dat heeft niemand van Rijnsburgse Boys op dat gebied. En kijk, je laat het straks, een beetje verderop in deze week, laat ze dat echt wel los. Dan krijg je trainingskamp, moeten we gaan praten. En nogmaals, ze gaan kijken of er iets te halen valt in de winterstop. Maar ik denk niet dat ze kapitale geld uit gaan geven. Nogmaals, ze kunnen niet meer degraderen. Nee, die kans is niet zo heel groot. Nee, maar ja, ook de kans dat je een topspits haalt bijvoorbeeld, die is eigenlijk nul. Want alle hele goede spitsen, die liggen al vast. Daarin zal weinig. Dat klopt. Daar ben ik helemaal niet eens. Maar je hebt het over de spits, maar Rijnsburg zou natuurlijk heel veel doelpunten tegen. Ze moeten eerst achterin kijken. Verdedigend moeten ze wel wat bijhalen. Er moet wat bij. En dat zal denk ik niet in de winterstop gaan gebeuren. Ze hebben trouwens een speler van Excelsior. Maar ja, Seva Koert. Ja, dat is een goeie. Ja. En ik wil toch even naar die wedstrijd toe. Ik heb die samenvatting ook gezien. Ik vind het zo lullig van Virgil Deen. Ja. Die maakt eigenlijk een blunder en een foutje. Ja. Hij staat net in het veld. Bij 0-0 komt hij erin. Richard is geblesseerd. Terwijl ik weet dat Deen best een goede keeper is.
Dan heb je dit. Ja, ik vind het onwijs lullig. Ja. Ik vind het rot voor de jongen. Ja, het is heel pijnlijk inderdaad. Ja. Maar goed, iedereen is ook wel zo realistisch. Dat zei Verleeuwen ook na afloop van... Deze nederlaag gaan we echt niet op de keeper afschrijven. Nee. Dat, ja. Maar goed, het blijft lullig voor Virgil. Ja. Wie hebben we nog meer? Ja, VVSB, daar was jij. Ja. Het begon zo lekker. Twee gezichten. Eerste helft. Heer en meester is een groot woord. Maar wel de betere ploeg speelde kort op elkaar. Spelers hielpen elkaar. Veel strijd, veel beleving. Het resulteert dan in een prachtige goal. Ja. 1-0. En dan komen ze... Je hebt het wel eens over de kleedkamer uitkomen. Ja, ja. Nou, VVSB kwam niet goed de kleedkamer uit. En Barendrecht wel. Ja. En dan verlies je hem. Ja, en dit was, maar dit was wel een hele belangrijke voor VVSB. Ja, 8 punten is nu het verschil tussen Barendrecht en VVSB. Ze hebben wel één geluk. De afstand met de concurrentie is niet onoverkombaar. Nee. En dan gaat er maar één van de amateurclubs uit. Want tegen dit alleen een jong BTO. Ja, PD moet sowieso haalbaar zijn. En als ze een keer een goede serie neer kunnen zetten. Maar ook VWSB is op zoek in de winterstop naar versterking. Ja, nou eentje hebben ze er dan al binnen. Dat is Wesley Groeman. Ja. Hoe belangrijk kan hij zijn in dit VWSB? Ja, heel belangrijk. Wesley is een winnaar. Ondanks dat hij pas 27 is, toch al een redelijk ervaren speler. Geeft nooit op. Dus ja, wat dat betreft is het wel een welkome aanwinst voor VWSB. En ik denk ook dat VWSB een bal vaste spits nodig heeft. Als ik heel eerlijk ben, met alle respect voor Guido Pauw, prima voetballer, maar ik vind dat hij in de kracht toch tekort komt. Mm-hmm. Dus een balvaste spits zou ook daar welkom zijn, maar iedereen zoekt die spits, hè, die er 25, 30 maakt, 20 in een jaar. En wij zijn al gestopt met voetballen. Dus ja, dat is dan jammer voor hun. Maar ik denk dat McCoy, die speelt nu aan de linkerkant, dat dat ook een prima centrumspits zou kunnen zijn. Maar goed, de VWSB gaan wel op zoek. Die gaan meer op zoek naar versterking dan wij met z'n boys, denk ik. Ja. We hadden het net even over Groeman, wil ik toch nog even op inhaken. hij was na afloop tegenover Jim van der Duijl was die nou wel redelijk open. Ja. Over de manier waarop hij weg is gegaan. Ja. Hij verweet eigenlijk Wilfred Verleeuwen van leuk dat je me daarnaast zet, maar de communicatie eromheen is gewoon niet oké. Dat is gekomen volgens mij omdat Wesley in een wedstrijdbespreking heeft gehoord dat hij geen basisspeler zou zijn. Nou, hij was vorig jaar aanvoerder. Het is tweeledig. Van Leeuwen had misschien eventjes Groeman apart moeten nemen. Aan de andere kant, Wesley weet ook, er komt een nieuwe trainer, dus iedereen begint weer blank. En het is het goed recht van een trainer om iemand ernaast te zetten. Ja, maar ik denk dat Wilfred hier ook wel iets van geleerd heeft. Daar is Groeman boos over geworden. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Ja. Dit weten wij, dit weet ook iedereen. Maar er zal wel meer gebeurd zijn, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat dit de beste oplossing is voor allebei. Ja. Alhoewel, ja. Een, ze zullen hem nog missen. Een goede Groeman kan hij dus wel gebruiken. Ja. Maar goed, die dingen gebeuren. Sommige huwelijken lopen wel een stuk. Op de klippen. Zoals het heet. Scheveningen. Knap gelijk. Razend knap, man. Knap. Razend knap. Ja. Zelfs nog even op voorsprong. Nou, even. Ja, heel lang op voorsprong. Zal er gewoon nog kunnen winnen. Ja. Aan de andere kant, Jong Sparta heeft ook wel kansen gehad. Maar dat is gewoon knap. En ook daar de ziekenboeg, die gaat weer een klein beetje leegstromen. En die selectie is ook hartstikke smal. En weet je, dit is goed. Ja. Alleen ik vraag me af of John Blok blijft, want dat is nog niet bekend. Dat is nog niet duidelijk inderdaad, ja. Nee. Nog even over Barendrecht. Jack van den Berg weer terug bij Barendrecht. Ik heb hem gesproken. Ik heb hem gisteren gesproken. Oude liefde, hè? Ja. Ik vind het leuk voor Jack dat hij weer een club heeft en deze club kent hij van haven tot god. Is hij heel succesvol mee geweest. Voor mij was hij trainer bij Barendrecht toen hij de Rinus Michels Award heeft gewonnen. Hij heeft er ook gespeeld. Hij woont daar, lid van verdiensten. En ja, ze zijn daar blij met hem. En ik vond dat wel heel chic van hem. Ik had hem op de radio. Ja. Hij vond dat het ook heel lullig van de dussen was gegaan. Ja. Dat zei hij dan ook nog maar. Dat zie je hem wel. Maar ja, oude liefde Roes niet. Hij had, toen hij wegging bij Katwijk, zei hij... Dit seizoen echt geen clubje meer voor. Nee, en hij staat weer halverwege in, hè? Ja. Dus, maar goed, hij heeft misschien wel wat geleerd. En dit is natuurlijk... Dat zei dit ik is ook een andere situatie. Ja, dat zei ik ook tegen hem. 3 maanden geleden zat je bij een club. Of 2 maanden terug misschien. Dan speelde iemand kampioenschap. Ja. Nu moet je gaan spelen om niet te degraderen. Dat is wel een contrast. Ja. Nou, maar op resultaat spelen, dat kan je van de berg wel overlaten. Ja. Ja, nou, we wensen hem uiteraard veel succes. Ja. Derde divisie zaterdag, Quick Boys SJC. Even het laatste nieuws SJC. Florian Wolf. Nieuwe trainer. Ja, ik ken hem nog dat hij bij Katwijk als trainer ook rond heeft gelopen. Hij heeft daar aan de overkant, bij DSC, is hij ook trainer geweest. En voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen, weet ik niet veel over Florian. Ja, leg meer vogels. Ik heb hem op Facebook. Ja.
Nou. Dus ik zal hem eens een berichtje sturen. Ja, moet je doen. Kijken hoe die reageert. Ja, ja bij Quick Boys, Erik Assink was er niet bij. Niet bij. Ziek. Hij liet bij ons doorschemeren. Ik twijfel nog. Wat denk jij? Over doorgaan dus. Ja, Erik, als Erik twijfelt, denk ik dat hij zegt van, ik heb andere dingen nu aan mijn hoofd. Ja. Hij komt ook op een leeftijd waarin misschien andere dingen wel belangrijker worden. Denk ik dat Erik gaat stoppen. Ja. Dat vind ik jammer, want ik vind Erik een fijne trainer. Prima trainer, ja. Prima vent ook voor jou en mij na een wedstrijd. Maar ik denk dat hij gaat stoppen. Ja. En zou dan vraag jij wie? Wie dan? Dirk van der Plas zat nu op de bank. Hè? Voor het eerst was hij dan... Dirk heeft bij Quick Boys 2... Eventjes zo, ik gooi hem er even in. Hè? Ja? Ik gooi hem er even in. Kom maar. Ik denk dat John Blok, die nog niet bijgetekend heeft bij Scheveningen, ook een prima trainer zal zijn voor Quick Boys, mocht eerder vertrekken. Hij is daar al een keer geweest. Hè? Ja, maar... Maakt niet uit. Kan ik, okay, ja. Ik zeg het maar even. Maar Van der Plas en Polak hebben samen Quick Boys 2 gedaan. En daar was men op Nieuw-Zuid destijds over dat koppel, over dat duo, echt tevreden over. En als ik hoor hoe Sjaak onthaald is afgelopen zaterdag op Nieuw-Zuid als trainer van de tegenstander. Er zijn heel veel mensen die hebben Sjaak daar nog hoog zitten. Oké. Okay. Het zou een mooie duo zijn. Het zou een mooie duo zijn. Wat wil zeggen dan? Nou, ik dacht, zo'n Dirk van der Plas, hè, die neemt nu de honneurs waar. Waarom geef je die niet de kans om volgend seizoen hoofdtrainer te worden? Hij heeft de papieren nog niet? Niet de vereiste papieren. Nee. Die wil hij wel gaan halen. Maar Dirk en bijvoorbeeld een Blok of een Polak, dat zijn wel heel twee verschillende mensen en ook twee verschillende trainers. Dat zou allebei kunnen, maar weet je, het is niet aan ons. En misschien zegt Erik toch wel, ik blijf. Ja, wat zitten we nou te filosoferen? Nee, maar als ik hoor dat het zoals het nu gaat, want ik twijfel... En nu hoort ook allerlei dingen over zijn, geen gekke dingen, maar het is niet in ons om dat te melden natuurlijk nu, over in de privé situatie. Kijk, voetbal is heel belangrijk voor iedereen, voor jou, voor mij, voor Assink. Maar als het om jezelf gaat, of om je naaste familie, gaat dat altijd voor. En dat heeft hij dus aangegeven, dat het met privéomstandigheden te maken heeft. Erik is een voetbaldier, maar hij wordt ook wat ouder. En dan worden andere dingen ook belangrijk. Ja. Dat zal jij ook ervaren straks als jullie... Naar die leeftijd. Dat heb ik nu al, man. Ik heb dat Tuurlijk. Logisch. Dus. Nog even positief afsluiten. Noordwijk, Herbstmeister. Nou, hartstikke goed. Titelkandidaat. Promovendus. Titelkandidaat nummer 1 in die derde divisie. Ja. Ik ben benieuwd wanneer ze dat echt gaan roepen. Hè? Want nu houden ze nog steeds de boot af en zetten of zeggen altijd in april. Dat is ook logisch, joh. Tuurlijk. Dat is ook logisch. Ja. Maar als zij dat nu gaan roepen, dan wordt het in elke kleedkamer wordt het opgehangen en zo, weet je wel. Dus, maar belangrijk is, hoe gaat... Dat gaat ook voor Quick Boys. Als de eerste nederlaag een keer komt, hoe ga je daarmee om? Ja. En die komt pas na de winterstop. Precies. Dat is wel heel knap. Ja, toch? Zo'n eerste seizoen zelf zonder nederlaag. Ik denk dat we even naar jouw momentje... Of heb je nog, moeten we nog wat bespreken verder? Nou, of kunnen we naar je momentje? Laten we naar mijn momentje gaan. Ja. Ik kies hem graag uit mijn eigen wedstrijd. Ah, Tommy McCoy, man. Ja, die goal. Wereldgoal. Die goal, daar gaat heel veel charme vanaf, omdat ze hem uiteindelijk verliezen. Maar dit hoort eigenlijk meer in de goal te zijn. Hè? Ja. Zo mooi, vanaf de zijkant komt die bal. En dan haalt hij hem uit de draai, haalt hij hem. Ja. En dan schiet hij hem in strak in kruis. Ja, ik heb in tv-commentaar, heb ik de termen weer gebruikt, in te lijsten en door een ringetje te halen. Prachtig. Tommy, wereldgoal. Ja, klasse goal inderdaad. Bij een wereldgoal hoort wereld eten. Zullen we doen? Weet je waar ik trek in heb? We kunnen gaan kaasfonduur als afsluiting van het jaar. Kan ik daar gourmetten? Kan ik daar een broodje kroket bij krijgen? Oh, lekker man. Kalfs of gewoon? Nee, zo'n dobbe-achtig iets. Ja, zo'n dobbe of piemer-achtig iets. Die heeft de ook de lekker. Broodje, kroket, lekker plat slaan, mosterd. Lekker man, eten. Fijne feestdagen. De rest precies, van jou nog te wensen. En al die kijkers. Jij ook. Fijne feestdagen. Ja, tot volgend jaar. Waar is mijn camera? Maak het uit. En voorzichtig, tot volgend jaar. Voorzichtig met dat vuurwerk, hè. En blijf van elkaar houden. Tot januari.